Goed. Vanmiddag aan de overkant een presentatie van Apple. Maar nu eerst voor de camera, Bob van der Werf, SE voor VMware in Nederland. Goedemorgen Bob, hoe is het? Goedemorgen Victor, het is hier hartstikke leuk om te zijn. Ja. Het is hier erg druk, meer dan 17.000 mensen zijn erop afgekomen. Oké. Okay. Een hele hoop te doen uiteraard op VMware World, zoals gewoonlijk. Ja. En met een hele hoop nieuwe annonceringen. Oké. Okay. Dus geweldig. Ja, nou, superleuk joh. Niet zo heel veel Nederlanders deze keer. Jij bent hier wel aanwezig en je bent betrokken bij de labs, zeg ja, maar. Klopt. Kan je daar iets over vertellen, Bob? Ja, we hebben een hele grote labomgeving gebouwd binnen VMworld dit jaar. We hebben 480 stations. Okay. Waar dus 480 mensen parallel hun labs kunnen doen. Ja. We hebben 30 labs gecreëerd in die omgeving. En iedereen zeg maar, krijgt 90 minuten de tijd om een lab te doen. Okay. Mensen kunnen gaan zitten op een lege plek. Kunnen inloggen en krijgen netjes een overzicht van 30 labs. En ze kunnen daar gewoon netjes heen uitkiezen en het lab gewoon volledig afmaken, zeg maar. Oké. Ik heb begrepen, en dat is ook tijdens de keynote verteld, dat de labs dit jaar in de cloud draaien. Daar is die term weer. En er wordt gesproken over een hybrid cloud. Kan je daar iets meer over vertellen misschien? Klopt. De labs hebben we dit jaar specifiek opgezet met de bedoeling om het thema cloud computing zeg maar, nog meer gezicht te geven. Ja. En het doel van die labs is ook om de labs zeg maar, in de cloud te hosten. Okay. Dat houdt in dat al die 30 labs een aantal keren gerepliceerd zijn bij verschillende cloud providers. Okay. Zoals onder andere een Verizon die we hebben. Ja. We hebben onder andere Terremark die ons ondersteunt. Ja. En we hebben een klein stukje intern staan voor het geval dat alle verbindingen naar buiten verbroken mochten ja. zijn door een aardbeving of wat dan ook. Ja. Maar dat betekent dat mensen gewoon inloggen en eigenlijk gescheduled worden, automatisch gedistribueerd worden over die omgeving. Oh, okay. Dus dat betekent mensen loggen netjes in op een lab en waar de meeste performance is, daar word je netjes ingelogd. Ja. Zeg maar. Dat betekent dus ook dat die labs volledig vanuit zo'n service provider kunnen komen. Kijk. En die service providers hebben hun datacenters aan de oostkant van Amerika staan. En we zitten hier aan de westkant en we kunnen gewoon juist. De labs gebruiken. Juist, juist. En ik kan inmiddels uit ervaring vertellen dat best goed gaat allemaal. Een aantal van die labs opgepakt. Er is inderdaad een ruime keuze wat je al zei, 30 verschillende labs. Dus dat is hartstikke leuk. Wat voor labs zijn er zo al, Bob? Ja, we hebben verschillende areas van labs gemaakt. We hebben een specifieke desktop area gemaakt, uiteraard om Vue 4.5 te promoten. Ja. We hebben verschillende labs gemaakt, specifiek voor disaster recovery oplossingen. Dus voor onze eigen backup en recovery product en de SRM solutions die we hebben. Dat zijn zowel basic labs ja. als ook advanced labs die mensen kunnen volgen. Dus mensen die daar al een beetje in weg zijn zeg maar, in de producten kunnen de advanced labs volgen. Ja. Daarnaast hebben wij heel veel labs gecreëerd richting de cloud. Okay. Dat is de message die wij uitzenden dit jaar ja. specifiek. En dat betekent dat wij allerlei labs hebben om cloud te installeren. Hoe installeren? Wat is het product vanuit VMware, de vCloud Director? Daarnaast heeft dat uiteraard ook heel veel te maken met netwerking. Dus we hebben ook specifieke labs gemaakt met vCloud en netwerking. Ja. En wat voor netwerken kun je nu creëren? Hoe kun je ze aan elkaar koppelen? En hoe kunnen klanten dat gebruiken in hun omgeving? Ja, nou, ik moet zelf zeggen, ik heb inderdaad ook de vCloud labs gedaan. En ik kan het iedereen aanraden die daar nou eens wat meer wat inzicht in wil krijgen, een beetje gevoel bij wil krijgen van wat is dat nou precies. Ik heb begrepen dat je ook zelf bij die vCloud labs betrokken bent, dat klopt? Ja, klopt, klopt. Ik ben een van de captains die het vCloud Director Networking Lab gecreëerd heeft. Ja. Als extra voordeel hebben wij, omdat het een relatief ingewikkeld lab is en toch ook heel nieuw is voor heel veel mensen, dat wij de mogelijkheid hebben om elke dag ook een uur lang een deep dive sessie te geven over dat lab. Okay. Daarin gaan wij dieper in wat het networkingstuk van vCloud Director eigenlijk inhoudt. Ja. En daarin demoen we ook gedeeltes van het lab, zeg maar, wat mensen daarna zelf kunnen gaan volgen. Okay. Ja, ik heb nou ook zelf het vCloud Lab gedaan en het vCloud Networking Lab gedaan, waar jij inderdaad verantwoordelijk voor bent. Nou, ik moet zeggen, ja, top en ontzettend interessant en leuk om te volgen. Nou, leuk om te horen. Ja. Gaan we dit ook in Europa in herhaling doen? Kunnen we daar ook deze labs gebruiken? Ja, in Europa gaan we exact hetzelfde doen. Okay. We zijn nu alleen nog aan het kijken om het uiteraard te hosten vanuit een Europese hostingpartijen, zeg maar. Om okay. daar dezelfde opzet te doen als we hier in Amerika doen. Ja. Daar is men nog in over onderhandeling. Okay. Dus mocht dat niet doorgaan, dan blijft het exact hetzelfde. Dan blijven we dezelfde hostingpartijen houden ja. als hier in Amerika. Ja. Dat betekent alleen dat we in plaats van de westkust naar de oostkust van Amerika niet oversteken. Ja. Maar dat we uiteraard vanuit Kopenhagen de oversteek maken naar de oostkust hier in Amerika. Ja, ja. Maar dat betekent dat we exact dezelfde omgeving krijgen. Nou, goed, voor de mensen die naar VMworld Europe gaan, betekent dat gewoon maak gebruik van die labs. Ga daar absoluut mee aan de slag, want je kan daar in een korte tijd best wel veel van leren. En het is gewoon ook hartstikke leuk om te doen. Juist.
Wat is voor jou zelf nog jouw plan voor de komende twee dagen die we nog over hebben? Nou, de komende twee dagen ben ik nog steeds druk met ons eigen lab uiteraard. Ja. Om mensen te begeleiden mochten er zaken zijn waar zij diepere informatie over willen hebben. Dus daar ben ik de komende twee dagen nog eigenlijk volledig mee bezig. Ah, oké, gewoon hard aan het werk. Absoluut. Goed zo. Ja. Nou, ik vond het een zeer verhelderend verhaal, Bob. Bedankt voor je tijd. En succes nog de resterende tijd hier. Dankjewel. Succes. Tot ziens. Oké. Hoi.